Amadi moet hem maar een keertje nemen. Gustafsson heeft het niet goed gedaan met die vrije trappen. Oua Elia roepen de mensen en El Amadi mag hem nemen. Dit is de allerlaatste actie van de reguliere speeltijd. We zitten in minuut nummer 95 inmiddels. Kom op El Amadi, doe het, doe het, doe het. Laat die Kuip ontploffen. De bal ligt links van het 16 meter gebied. Daar is de vrije trap. Daar is hij. Ja! 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 Feyenoord wint! Feyenoord wint! Feyenoord wint met 1-0! We winnen! Ja! Met 1-0! Maar wie maakt hem? Ik weet het niet. Is die bal geraakt? Ik weet het niet. Was het El Amadi? Was het Kuit? Was het Kramer? Het maakt niet uit. Het is 1-0. We worden gek. We worden gek. 1-0. Wat een feest. Wat een orgie. Wat lekker. Wat heerlijk. Wat mooi. Was het Kuit of niet? Het is Dirkje Kuit. Het is Dirkje Kuit, Jan Dirk. Come on. Jongen, 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 jongen. Ik kan maar janken. Ik kan maar janken. Een eigen goal volgens mij. Ik denk een eigen goal daar, of niet? Een eigen goal! Een eigen goal van Veldman. Een eigen goal van Veldman. Die raakt hem. Dankjewel, Joël. Namens heel de regio Rijnmond. Namens het hele legioen. Dankjewel, Joël Veldman. Eigen goal? Eigen goal van Veldman. Eigen goal. We krijgen nog een aftrap en dan moet het afgelopen zijn. Veldman wil hem wegtrappen met zijn rechter. Krijgt hem op de hak van zijn linker. En hij passeert zijn eigen doelman. We zitten inmiddels 6 minuten in blessure. Nog een wissel bij Ajax. Twee wissels, of niet? Maar hoe dan ook, het is 1-0 van Feyenoord. De aftrap is daar genomen. Van Boekel moet affluiten. Ja, hij fluit af! Fluit af! Ja! Goal! Lekker! Luister naar de Kuip! Luister naar de Kuip! Ontknoping. Ik ben de stem kwijt, vergeef dat. Maar wat een avond.